Kijk eens, ik sta hier tussen twee kerels. Stel jezelf maar even voor. Ik ben Raymond Goudbeek. Ik ben Dick Roes. En we staan hier bij de jam sessie in Oldebroek. Ondertussen een hele happening. Hoe zijn jullie hierbij gekomen om een jam sessie hier te gaan organiseren? Bij wie moet ik? Nou, de jam sessie, op zich werd de jam sessie werd al georganiseerd. En degene die dat deed, die heeft besloten om ermee op te houden. Wij hadden zoiets van, ja, dat kan niet, dat moet doorgaan. Waarom wou je niet meer stoppen? Dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat? Nee, Hij had geen tijd meer, hij moest druk met werken of zo, weet ik veel. Maar nu hebben jullie het opgepakt. Hoe lang ongeveer? We doen het nou 1,5 jaar zo'n beetje. Ja. 1,5 jaar hier? Ja, 1,5 jaar nu. Ja, en dan moet je ermee beginnen. Wat verwachten jullie ervan? Op zich niet zo heel veel. Want de animo was niet bijster groot. Maar we hadden zoiets van, ja, het is zo leuk om dat te doen, dus we doen het gewoon. En het animo is steeds groter geworden. Ja, maar ik hoor het woordje was. Was, inderdaad. Ja. Is het animo nu een stuk beter? Ja, we hebben gemiddeld toch ongeveer 30 man op een avond. Veel drukker moet het ook niet worden dan. Dan zit je met bezetting van de instrumenten natuurlijk. Dus als je 30, 35 man, dat is eigenlijk mooi. En dan een beetje publiek eromheen. Ja, na deze uitzending, hè, dan wordt het misschien wel veel meer. Naar de grote zaal. Dan ga je naar de grote zaal. Jam sessie, hè? Nou ja, ondertussen ben ik hier een paar keer geweest, dus ik weet niet wat het inhoudt. Maar wat is hier precies de bedoeling? Kan ik hier zo een microfoon gaan pakken en gaan zingen en dan pak Raymond, die pak gitaar en jij gaat drummen? Dat kan. Als het animo met muzikanten, als dat een beetje klein is, dan kan je er zo opstappen. Mocht het drukker worden, dan hebben we een speelschema. Die kan je dan invullen. Dat kan van tevoren of met een format op internet. En dan wordt de tijdsvlakken van een kwartier wordt dan ingevuld met wat je wilt doen. Ja. Well, I was just a baby. My mama told me, son, always be a good boy. Don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I komen elke keer andere mensen. Het is niet elke keer hier dezelfde setting. Het is elke keer weer combineren. Ja, het is wel een vaste kliek waar die je komt. Ja. Een beetje. En af en toe wel wat nieuwe mensen. Maar de ene keer heb je die bassist en die drummer en dan die gitarist weer met die toetsenist. En de bezetting op het podium, dat wisselt steeds. En dat is ook het mooie van een jam sessie. Ja. Wat zou je tegen de mensen thuis willen zeggen om zeg maar, nou, kom hier eens even naartoe? Als je muziek kunt maken en je bent heel benieuwd hoe een publiek erop reageert, kom hier. Hier een open podium, hier kun je laten zien wat je geleerd hebt, wat je kan. En je kunt hier ervaring op doen, samenspelen met anderen. Live ervaring. Dat is en je wordt niet bekritiseerd, je wordt niet uitgelachen? Nee, absoluut niet. Het gaat er hier om, samen gezellig muziek maken. Laagdrempelig. Ja. Ja, en wat is de meeste soort van muziek wat hier gespeeld wordt? Dan zit je toch meer in de blues en rock. Dat is eigenlijk wel wat hier het meeste, en soul. Dat is het meeste wat hier gespeeld wordt. Ja. Maar alles is welkom? Alles is welkom, ja. Ja. Ja, en als we even heel leuk om te vertellen voor de luisteraars thuis. De Old Pants, dat is hier... Dat is ontstaan op de jam sessie. Dat is hier ontstaan? Ja. Ja, dat was nog in de andere zaal was dat. Tijdens de oude jam sessies nog. Maar dat Dick, Jos, ik zaten een beetje als een vaste bezetting, zeg maar. Een paar maanden achter elkaar en dat bleek wel te klikken. Dus nou, een zanger aangerukt, ook van de jam sessie. En een bassist gezocht en spelen. Ja,
Nou staan hier verschillende toestellen. Mag iedereen daar gebruik van maken of moeten ze zelf spullen meenemen? Eigen keuze. We hebben een backline staan, zoals dat heet. De drumstel staat klaar. We hebben een gitaarversterker. We hebben een gitaar. We hebben een piano staan, een digitale. We hebben een akoestische gitaar. We hebben een basgitaar en een versterker. De zangmicrofoon staan klaar. Dus in principe kan er zo gespeeld worden. Maar ja, een beetje gitarist die zegt van nou, ik wil graag mijn eigen gitaar gebruiken. Van harte welkom. Ik wil mijn eigen versterker gebruiken. Van harte welkom. We hebben de mogelijkheid om het uit te versterken. Dus alles is mogelijk. Oké, en er is geluidstechniek hier ook allemaal, hè? Geluidstechniek is voor elkaar. We hebben Jan Wenzel. Die doet zijn uiterste best om hier alles uit te versterken. Belangrijk, je kunt hier een drinken gewoon aan de bar. We hebben bier, we hebben nootjes, we hebben fris, we hebben koffie, we hebben thee. Alles. We hebben hier alles. Ja. Ja. En het is gezellig, dus... Komt allen en neemt vrienden met, zou ik zeggen.